Wij als Alva willen jullie graag informeren over enkele bedrijfskundige actualiteiten. Hiervoor ga ik in gesprek met Bas Klompenouwe, Marloes de Woerts en Bor Houwers. Mijn naam is Peter Rondeel. Bij veel agrarische bedrijven, Bas, zien we dat de liquiditeit onder druk staat. Kun je ons per sector aangeven hoe de vlag ervoor hangt? Jazeker kan ik je dat vertellen, Peter. Wat voor vrijwel alle sectoren geldt, is dat de coronacrisis vaste impact heeft op de opbrengstprijzen. Bij de vleesvarkens zien we dat de prijs ruim 30% is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Terwijl de biggenprijs is ingestort van 60 euro vorig jaar naar 18 euro op dit moment. De graanprijzen zijn door een krap aanbod wel goed. In de melkveehouderij is de prijsdaling minder extreem, maar doordat de marges al dun waren, zien we daar ook steeds meer problemen ontstaan. Ook in de pluimveehouderij staan de prijzen onder druk, maar dit verschilt erg per marktsegment. Bovendien is het spannend hoe de vogelgriep zich gaat ontwikkelen. Oké, dus vrijwel elke sector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn ook verschillende mogelijkheden geboren om de bedrijven te ondersteunen. Kun je daar iets meer over vertellen, Bas? De belangrijkste twee mogelijkheden voor de agrarische bedrijven waren een tijdelijk uitstel van aflossing voor 3 of 6 maanden en het voorschot op de betalingsrechten. Beide hebben wat liquiditeitsruimte gezorgd, maar vooral het voorschot op de betalingsrechten maakte het beeld in veel gevallen nu mooier dan het eigenlijk is. En dat komt doordat je de betaling in december nu ook grotendeels mist, terwijl in veel gevallen die rekeningen die er normaal mee worden betaald nog wel liggen. Vooral in deze tijd is het extra belangrijk om een goede liquiditeitsprognose bij te houden. Constateer je een tekort, ga dan op tijd in overleg met je crediteuren en met de bank, zodat je op tijd met elkaar in gesprek bent. Oké, ik hoor je zeggen dat eigenlijk alle prijzen onder druk staan. De sectoren die het hardst geraakt worden, kunnen ook gebruik maken van de tegemoetkoming vaste lasten. Dit is een ondersteuningsregeling vanuit de overheid. Voorwaarde is wel dat er minimaal 30% omzetverlies is in het vierde kwartaal 2020 in vergelijking met het vierde kwartaal dit jaar. Natuurlijk zijn er ook nog andere voorwaarden. Wilt u er meer over weten, dan kunt u dit teruglezen op alva.nl. Bor, ik zag op de Alva-website een artikel over jonge landbouwers, een subsidie van de provincie. Kun je ons daar wat meer over uitleggen? Wanneer ben je nu eigenlijk een jonge landbouwer? Je bent jonge landbouwer als je op het moment van aanvraag 41 jaar of jonger bent. En daarnaast moet je ook aan de voorwaarden voldoen van zeggenschappen in het bedrijf. En je moet ook als eerste een landbouwbedrijf uitoefenen. En als er dan aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeveel subsidie is er dan beschikbaar? Er is 30% subsidie beschikbaar op investeringen die aan de voorwaarden voldoen. Daarnaast is er minimaal 10.000 euro beschikbaar, maximaal 20.000 euro. Het houdt dus ook in dat als je onder de 10.000 euro subsidiebedrag komt, dat je geen uitbetaling krijgt. Goed dat je dat vertelt, Bor. Maar kun je ons ook een voorbeeld van geven? Een veel gezien voorbeeld is bij onze klanten dat zoon of dochter met ouders nog in een landbouwbedrijf zit. Dan komt het er in de praktijk op neer dat er eigenlijk voor 56.000 euro geïnvesteerd moet worden om nog 10.000 euro subsidie te krijgen. En dat is dus een van de voorwaarden om mee te doen. Mochten klanten nou nog meer vragen hebben over de jonge landbouwers subsidie, kunnen ze altijd op onze website kijken of contact opnemen met een van onze adviseurs. Marloes, de laatste tijd zijn stikstof, vergunningen, pasmeldingen volop in het nieuws. Maar wat doet Alva nu eigenlijk qua rompwerkzaamheden? Ja Peter, dat klopt. Op dit moment zijn wij druk bezig om de vergunningen bij onze klanten in kaart te brengen. In 2015 was het bijvoorbeeld ook mogelijk om een pasmelding te doen in plaats van een MB-vergunning aan te vragen. Op dit moment zijn wij bezig om voor de zogenaamde pasmelders de gevraagde stukken in te dienen bij RVO. Oké, en welke gegevens moeten hiervoor nu aangeleverd worden? Deze informatie is per bedrijf anders. Uiteindelijk komt het neer op een nieuwe Ariusberekening. Deze berekening en de aanvullende gegevens moeten worden ingediend voor 31 januari 2021. Oké, bedankt Marloes. Maar wat speelt er nog meer qua regelingen rondom het hele stikstofgebeuren? Op dit moment is het mogelijk in Gelderland om intern te salderen. En daarnaast is het mogelijk om stikstof te gaan verliezen voor tijdelijke projecten. Hierbij kan men denken aan woningbouw en wegen aanleg. Extern salderen is in Gelderland nog niet mogelijk. Alva volgt dit op de voet en zal indien nodig hierop terugkomen bij ons klant. Klinkt interessant Marloes. Ik zag laatst ook een artikel over de opkoopregeling. Kun je ons hier ook iets meer over vertellen?
De opkoopregeling voor veehouderij voor piekbelasters is onlangs opengesteld en loopt tot begin november 2021. Hiervoor is een budget van maximaal 95 miljoen beschikbaar. Piekbelasters zijn bedrijven die binnen een straal van 10 kilometer van een Natura 2000 gebied wonen en een stikstofdepositie meer dan 2 mol per hectare per jaar is. Een voorwaarde voor deze regeling is dat er blijvende reductie plaats gaat vinden. Dit betekent onder andere geen hervesting en het bestemmingsplan zal worden gewijzigd. Waarschijnlijk komt er in het voorjaar nog een regeling voor de niet-piekbelasters. Marloes, je had het net ook over bestemmingsplannen. Houdt Alfa deze ook in de gaten? Ja Pieter, dat klopt. Wij proberen de bestemmingsplannen van de diverse gemeenten in Gelderland in de gaten te houden. Op dit moment ligt het bestemmingsplan van de gemeente Welkerland in Zagen tot 23 december. Het advies van ons is om de gevolgen voor je eigen bedrijf in kaart te brengen. Hierbij kun je denken aan het bouwblok, een tweede bedrijfswoning of de juiste NB-wetvergunning gekoppeld is. Klinkt allemaal als heel veel informatie en ik kan me voorstellen dat onze klanten nog veel vragen zullen hebben. Hiervoor kunnen ze uiteraard contact opnemen met hun klantadviseur. Dit waren de tafelgesprekken met Bor Houwers, Marloes de Woerd en Bas Klompenhouwer. Heb je nu nog vragen? Neem dan contact op met je Alfa-adviseur.